Maar ja, dat is niet alles hoor, wat je krijgt. Eigenlijk niet. Ja, gek, dat hoeft toch helemaal niet. Ja, onder de kerstboom hoort kerstcadeautjes. Ah, dan ben je de eerste. Ja, dan heb ik het snel mee gepakt. Het moet voorzichtig, want het is breekbaar en het is bloeibaar. Daarna kijk ik zelf pas. Dus ik vraag jou ook je ogen dicht te doen en te graaien in de tas. En hoeveel keer mag ik graaien? Totdat hij leeg is. Oh, totdat hij leeg is. Ogen dicht, maar... Ja, wat zou dat nou weten? Ik denk spinazie. Nou, kijk maar. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik moest even kijken hoor, hoe laat het exact was. Het is vandaag zondag, vierde adventszondag. En we leven op de 18e van de 12e 2022. En we leven om 13:23. Ik moet straks, tenminste ik moet. Ik ga straks op visite bij onze enige echte Marianne. Ja, dat ik neem jullie daarin mee. Maar ik ga zo eerst de meisjes even uitlaten. Ik heb wel een hoofdpijn, maar dat kan de pret niet boeien. Nee, als ik daar voor thuis moet blijven, nee, doe ik niet. Nee, even lekker naar buiten. Maar het is wel roetje koud. Ja, het is -2. Maar vanwege de wind die er staat, is de gevoelstemperatuur -7. Dus ja, echt wel koud hoor. Dat bizar. Kom maar meisjes, veel te koud. Dus ik ga zo meteen niet een hele ronde met ze lopen, dat is veel te koud voor. En ik ga gewoon tot aan de Mosterdbrug en weer terug. Ja, en dat is vooral voor Rijka te koud. En die is ook gelijk gek aan doen. Hé? Rijka gek aan doen, hè? En Kandalf loopt hier rond te zeuren, die wil nog eten. Nou, dat is... Krijg je zo meteen. Zo, die kleine sodemieter, die kan zo lekker uitdagen, dat wil je niet weten. Maar oké, lieve vrienden, het is dus zoals ik al zei, vierde adventszondag, de laatste zondag voor de kerst. Dus andere week is het kerstfeest. Daar gaan we langzamer naartoe. En ja, vorig jaar was ik ziek, hè? Weten jullie het nog? Ja, daar had ik de virus. Ja. Hé. Een beetje rustig. Ben aan het praten. Ben in gesprek. Ja. Wat verdikkie. Maar oké. Maakt er allemaal niet uit. Ze gaan hun gang maar even. Maar ik denk, ik breek even in, want dan wordt het even iets rustiger. Want dat straks weer begint vanzelf. Maar in ieder geval, binnenkort wat... Binnenkort zware wie? Sneeuw? Nou, als het hier maar weg blijft, vind ik al het beest. Ja, maar in ieder geval, lieve vrienden, geniet van je dag. Het is hier nou niet zonnig, het is grijs en grauw. Dus dan voelt het ook nog kouder aan dan het eigenlijk is. Want met de zon, ja, die geeft nog een beetje warmte. Maar ja, helaas, het is er niet meer. Nee, de zon die is weg. Wie gaat de zon zoeken? He, ga jij dat doen? Nee, ik ken niet, hij schat. Nee. Nee. Maar oké. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet met ons mee. Hé, schat, hoe gaat het ermee? Ach ja, wat zal ik zeggen? Ik ben lekker aan het schilderen. En ja, dat is mijn ding. Dat weet je. Ja, ik heb wat voor je. En op de achterkant zit een heel leuk stickertje. Daar word ik blij van. Laat eens kijken. Ah, lief. Een kaarsje.
Die is trouwens ook mooi. Ja, die heb ik van mijn zwager gehad. Ja, mooi. Lief. Dank je wel. Graag gedaan. Dankjewel. Maar ja, dat is niet alles hoor, wat je krijgt. Echt niet. Ach, ik had dat hoeft toch helemaal niet. Ja, onder de kerstboom hoort kerstcadeautjes. Ah, dan ben je de eerste. Ja, dan heb ik het snel mee gepakt. Het moet voorzichtig, want het is breekbaar en het is bloeibaar. Ah, lief. Oh, wat een schatje. En die vond ik ook niet, ik heb er zelf ook een. Wat leuk. Ik weet niet hoe je hem water moet geven, ja. Hoe geef je zoiets water? Nou, je houdt hem gewoon even onder de kraan, denk ik. Ik doe het met de plantenspuiten. Ja, dat kan ook. Wat een schatje. Ja, ik vond hem zo lief. Ja, leuk. Nou, dankjewel, schat. Nog meer? Ja. Eetje. Ja. Wat heel leuk. Oké, deze nog. Ik vind hem heel leuk. Ja, hij is heel leuk. Maar je had vorig jaar ook nog van mij gehad. Ik weet niet waar ik dat heb gezien daar. Ja, had ik. Ik weet het. Kleertjes. Papier van de vormer, maar hij komt er nog op en dan. Oh, maakt dat uit. Ook leuk, schattig. Die kan je ophangen, dus dan voor je raam. Ja, oh, dat vind ik ook leuk. Bij de keuken. Ja, ga ik even doen. Ik vind het leuk. Leuk. Ga ik doen. Wil je nog papiertje terug hebben? Nee hoor. Wie weet als jij een cadeautje geeft aan iemand, dan ben jij ook weer papier. Ja. Ik bewaar altijd papier. Ja, nou, daarom zeg ik even met. Vooral als het niet kapot is gegaan, bewaren. Ik ga het voor het raam halen. Leuk. Schattig. Ja, en ik denk, ja, je hebt donkere meubels, dus ik neem een donkere. Ja, leuk. Schattig. Dank je wel. Ik ga het voor het raam halen. Dat vind ik leuk. Ja, er zit ook een touwtje erbij. Ja, ik ga het even voor het raam halen. Dan moet ik wel even spijker in. Moet ik hem los? Oh, lukt dat? Ja. Nee, ik heb nog een halve. Ja, het is een ster en het is, lijkt op een ster eigenlijk. En het is een beetje modern. Ik heb nog Pas iets. Modern. Ik heb nog iets. Het is een soort raamhanger. Je kan het natuurlijk van de andere kant hangen. Ja. Maar ik moet wel even spijkertjes erin slaan. Nou, dat is toch zo goed. Jawel. Vooral als je geen stalen kozijnen hebt. Nee, dit is gewoon hout. Nou, ik doe dat dadelijk even, want ik moet eventjes toch even spijkertjes zoeken. Nee, vind ik leuk. Ja, ik heb hem ook door plastic heen gezien hoor, en met vals licht. Er waren meerdere, maar dat licht daar in die winkel, nou hou alsjeblieft op. Oh, kijk, er zit ergens een randje. Ik voel hem al. Ik voel hem wel. Die wil ook wel willen. Ja, anders doe ik het even met de schaar. Nou, er zit hier zo'n plakkerhandje. Ja. Maar dat wil niet. Ik zou zeggen, ik knip hem gewoon open. Hij zit hier. Nog hoger. Wat een robin. En anders pak ik de schaar even. Hè? Ja hoor, want dan kijk je zo. Weet je de schaar? Zien, want dat klinkt natuurlijk. Weet je, de schaar is altijd geduldig. Ja. Het wordt donker. Ja, het is de hele dag al donker, hè? Ja, maar het wordt ook weer, je gaat weer naar de avond toe, hè? Ja, precies. Ja, leuk hoor, schattig. Kom eens hier ermee, alsjeblieft. En dat doen we dan wel zo. Kijk, dan pak ik hem. Wacht even hoor. En moet jij eventjes vet, want ik moet witte achtergrond. Gaat hij nog hard bewegen ook? Nou ja, jullie zien het wel, denk ik. Hij is leuk.
Hij is robuust, laat maar zeggen, qua kleur. Hij is geloof ik zwart. Zwart antracietgrijs met goud. Dus ja, helemaal leuk. Ja, ik ga dat voor het raam halen. Ik vind het wel leuk. Ja, en denk erom, een ster is, heeft niks met kerst te maken. Engeltjes heeft niks met kerst te maken. Nee, hoor, dat is altijd zo. Dus je kunt hem nog laten hangen ook. Ik vind het leuk. Ja. Dus, nou ja, ze is weer helemaal blij en in de kast. Ja, helemaal leuk. Daar doen we het voor. Nou, en ze heeft dan die kaart. En een leuke kerstmannetje. Nou ja, die kennen jullie al, die heb ik zelf ook. Want ik vind hem allemaal leuk, lief en aardig. Ja, dat is ook leuk. En dus. Zullen we nog een bakje doen? Ja, lekker! Dus, nou, lieve vrienden, tot later. Ja, en dat is dan de crisisboom van Marianne. Ook helemaal in het goud. Tenminste, de piek is goud en de rest ook goud. Ja. Met brons. Ja, ik heb het nog even uitzoomen. Gaan we even inzoomen, 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 tot het niet meer kan. Ja, het moet eventjes van dichtbij bekeken worden. Hij is wel mooi. Ja, ik heb alles nou weer zilver, hè. Jo, en wit. Ja. En de takken nou in het goud met brons. Hij is mooi, meisje. Nou, dat dacht ik niet. Jo. Maar oké, lieve vrienden, we gaan weer terug naar de Vomar. Want ik heb weer een dubbele tas to go besteld. Ja, waarom een dubbele? Dat vertel ik jullie straks wel weer. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, terug van weg geweest, zeg maar. Jullie weten, ik was bij Marianne, dat was ook gezellig. En een mooie boom, maar ja, voor de rest ze is niet zo uitbundig als ik qua kerstviering. Maar ja, dat is ieder het zijne natuurlijk, hè. Ja, niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn en hetzelfde te hebben. Maar oh, wat is het koud. Nou, jullie weten ook dat ik nog eventjes naar de Vomar zou om een tas de koe te halen. Maar ik heb er twee besteld. Ik hoop ook dat er twee in zitten, want ik heb het niet gezien. Het werd voor me gedaan. Dus ja, we gaan. Ik heb een tas voor Marianne Terleen. We gaan uitpakken. En waarom heb ik er twee? Denk eens eventjes aan José. Dat vrouwtje heeft geen cent te bakken. Dus ja, ik denk, ik doe haar een pakket. Eigenlijk als het ware voor onder de kerstboom. Al het zij die wil niet staan, maar dat boeit niet. Ik geef haar een pakket cadeau. En dan kan zij ook eventjes een tijdje heen. En ja, wie weet doe ik van de week nog een broodbox voor haar. Dat weet ik nog niet. Dat is eventjes afwachten wat er allemaal komen gaat. En ik heb trouwens ook een lekker bakje koffie voor mijn neus staan. Dus we gaan al even weer beginnen. En ik heb jullie nu op een ander plekje staan. Ja, daar staat de tas. En jullie mogen nog kijken. Ik weet nog niks. Nee, want ik kijk niet mee. Nee. Zo, nou, ik ga mijn ogen dicht doen en ik haal de eerste bak eruit. Wat het is, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Dus ja, zeg het maar, wat is het? Ik denk een salade of zo, dat krijg ik het vermoeden. Maar ik kan het verkeerd hebben. Ja dus, maar dat vind ik altijd wel lekker, hè. Gerookte kip lunchsalade. Nou, dat is in ieder geval één. Wat kost die? Normaal gesproken is die 3,59. Nou, hij is dan afgeprijsd naar 2,33, maar we houden de normale prijs aan. En dat is 3,59. Ik heb het gevoel dat jullie te verder weg staan. Maar ja, ietsje. Ja, jullie staan op een stapel kranten. Maar oké, we gaan verder. Ik voel weer wat, maar wat het is, jongens, mag het weten. Ik hoop dat jullie het zien. Ik weet niet, het is een leuke vorm van een doosje of zoiets, maar ik ga kijken. Rookworst.
van Valais. Rookworst. Wat een rare verpakking trouwens. Jeetje Maria. Van 2,95 naar 1,92. Jeetje. Maar ik vind het duur. Maar ja, wie ben ik? Ik heb altijd de goedkoopste rookworsten. Ik ga weer pakken. Oh jee. Wat het is. Het is weer een doos met plastic. Maar wat? I don't know. Ik ga kijken, want ik weet echt niet wat het is. Gebak. Lekker. Ja, maar wat voor gebak. Auw. Elke dag vers. Ik geloof met appel of zoiets. Ik weet het echt niet. Een stuk een appel erop en zo. Nou, die kost dus zeg maar 5 euro op een cent na. Maar ze rekenen dan 5 euro. Genade. Nou, dan heb ik die tas er al uit, hè. Tenminste één tas. Ik was zeg maar 10 euro nog kwijt. Nou. Ja, je ziet. Mooi. Wauwie. Wat is dit? 6,99, maar wat is het? Een overschotel, spekbrie. Oké, ook lekker. Maar ik ben bang dat het maar één pakket is. En daar baal ik van. Ik ben bang dat het zo is. En ik heb er wel voor betaald, hè. Ja. Lekker en plantaardig. Wat is het? Hij is normaal 3,99. Wat erin zit, Joost mag het weten. Ook worstjes. Maar ik denk dat dit vegetarisch is, denk ik. Lekker van veldbonen, zeg ik toch? Maar ja, in ieder geval, hup die daar naartoe. Dan ben je oogjes dicht. Jullie zien het al, ik niet. Wat is dit? Ook een overschotel truffel. En anders deel ik dit met haar. En dan gaat er een telefoontje naar de Vomar van zo en zo. Ik had 2 tassen besteld en ik krijg er maar 1. Want ik moet dubbel hebben dan, hè. Ik heb nou nog gewoon overal 1 van. Ik moet dubbel hebben. Oh, een zakje. Wat weet ik niet. Jullie zien het geloof ik al wel. Even zien, wat is dit? Oh ja. Mozzarella kaas. Dat is ook lekker. Ja, ik bel er straks zo heen. Dat klopt niet. Ik ben er nog wel eens waar niet mee. Oh, dat is maar 1. Nou, een zak. Wat het is, weet ik niet. Roerbakgroenten. Nou, gaan we weer. Oh jee. Oeh, bliksem. Ik denk weer een doos met gebak of zo. Ja, dus. Ik denk dat het is een beetje gehutseld en gemutseld. Het is wat opgeschoven. Wel wat jammer. Dat ze daar dan niet zorgvuldig mee omspringen. Ja, maar wie ben ik? Toch? Het is dus nog 1 zakje. Ja?
Ook mozzarella. Nou, een tas is leeg, dus het is maar één pakket. Hoezo? Ja, want ik had dan dubbel moeten hebben. Dus dan gaan we even achteraan, lieve vrienden. En dan hou ik jullie daarvan op de hoogte. Het is niet anders. Ik had een dubbele pakket moeten hebben. Ik betaal voor twee, dus ja. Komt goed, lieve vrienden. Later. Ja, lieve vrienden, dan zijn we aanbeland bij onze lieftallige José. Hi José, hoe gaat die schat? Ja, gaat wel. Ja? Staartje bij. Een beetje ziekje. Nou, ik voel me niet helemaal lekker. Niet helemaal lekker. Niet helemaal lekker. Nee, ze zit maar natuurlijk naar dat achterlijke voetbal te kijken, maar dat is niks van mij. Frank, maar oké, maakt niet uit. Ik heb een cadeautje voor haar. En ze weet totaal niet wat dit is, maar ik weet het ook niet. En ik heb het hier in mijn tas staan. En jullie zien het al. Maar ik weet dus van niks, José. Helemaal niks. Helemaal niks? Nee, het is dus een tas too good to go. En ik laat het altijd in mijn tas pakken. En dan ga ik naar huis en kijk. Wat is het? Een tas too good to go. Wat is dat? Van de Vomar. Oh, er zitten boodschappen in. Juist. Oh. En ik doe dan zo, dus ik hem op mijn stoel, want ik zit dan aan de eettafel. En de volgers, die weten het al, ik graai blindelings met mijn ogen dicht. Dan laat ik het eerst de volgers zien. Daarna kijk ik zelf pas. Dus ik vraag jou ook je ogen dicht te doen en te graaien in de tas. En hoeveel keer mag ik graaien? Totdat die leeg is. Oh, totdat die leeg is. Oh, mijn god. Ogen dicht, maar ik... Ja, wat zou dat nou weten? Ik denk spinazie. Nou, kijk maar. Andijven. Weer oogjes dicht. En weer graaien. Wat zal dit wezen? Weet ik niet wat dit nou, is. Nou, kijk maar. Ik heb mijn bril opzetten, want dat zie ik niks. Oh, dat is een hele salade. Ja, en dan moet je naar de prijzen gelijk kijken. Oh, dat is... Met rijst, wat is het? Moet je naar die prijzen gelijk kijken. Ja, een hoop geld. En dat is ook daar, hoor. Daar zie je ook prijsjes op. Oh. Ja, nou, vertel het maar wat het kost. Ja, 3,24 van 5 euro naar 3,24. Ja, en je moet dat van 5 euro nemen. Je de normale prijzen moet je aanhouden. Dit is een rookworst. 1,92. Van 2,95 van 1,92. Ja, maar de afkorting, wat het nou kost, dat maakt niet uit wat het normaal kost. 1,69, 2,95 en 4,99. Ja, nou en zo'n tas kost 5 euro. Die is er al uit. Mozzarella, 2,75. God, ik kan leren dat geld. Je vergeet je oogjes dicht te doen. Nee, want ik doe zo. Okay. Ik doe zo, ik kijk niet in die tas, hè. Ik kijk naar jou. Mooi. Oh, kipreepjes. Lekker, 2,29, halleluja. Wat een geld, hè? Ja. Ballengehak, aha. Plantaardige balletjes. Meatballs. Maar hier staat geen prijs op. Nee, dan heb je wel eens zaken. Dus dan moeten de volgers zelf eventjes gaan kijken in de winkel wat dat ongeveer kost. Oh, oké. Okay. Ik weet het ook niet. Ik ga niet kijken. En wat je kunt doen, dat is de volgende keer als je naar de Vomar gaat. Uitleeg. Ja. Uitleeg. Mooi. Dankjewel, schat. Alsjeblieft. Daar ben ik blij mee. Ik ga morgen stampot andijvie maken, want aardappelen heb ik nog. Ja. En wat je kan doen, dat is de volgende keer als je bij de Vomar komt, kijken wat dat bakje kost. Ja. Even langs de scanapparaat. Dit kost 2,29. Van, voor. Ja, nou, dat scheelt toch? Even voor 2,49 naar 1,49. Ja, maar met vloggen hou ik altijd. Ik vertel het wel, maar je moet eigenlijk normale prijzen houden. Ja. Ik ga het even in de koelkast en dan kan ik het weggooien. Zonde, hè? Ja. Dus ja, en jullie horen nog een hondje blaffen, maar die zit daar achter die deur. Ja, dat weet je wel. En daar heen nog een poesenbeest. Daar heen je nog een poesjebeest, dus er zijn er twee. Eentje voor de magnetron en daar heen. Ik heb 10 katten, ik heb 10 katten. 10 katten. Ik heb 3 honden en een papegaai. Ja, die zit daar. Papegaatje leef je nog, Zeg eens hallo, Jacco. Jacco, hallo.
En dus. Oh, hallo. Voor de aardappelen hebben we gewonnen. Hallo. Hoe heet het beestje? Chaco. Chaco. De aardappelen. Maar in ieder geval, jij bent weer blij. Ik ben hartstikke blij, want ik had helemaal niks meer in huis. Nee, daarom. Maar heb ik het ook gedaan. Dus dat vind ik heel lief van jou. Love en ik you. Heb, hoe heet dat, vanavond had ik nog wat frietjes in mijn vriezer. Die heb ik gegeten vanavond. Oh, nou, dat is ook goed. Dus. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen tot straks dat ik weer thuis ben. En dat is al heel rap, want ik moet nog eten ook. Ja. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Oh, je ook nog? Jezus, je bent maar druk, jij. Ja, maar ik was vanmiddag bij Marianne op visite. Die ken jij nog niet. Nee, die ken ik niet. Nee, maar dat is ook een schat van een vrouw. Dus ja, dat dus. Ja. 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 Dit is ook een beestenboelhuis, hè? Ja, een beestenboelhuis. Het is geen mensenhuis, het is een beestenboelhuis. Daarom heb ik ook geen behang op mijn muur, hè? Ik heb geen behang op mijn muur. Maar wel een mooie klok. Ja, prachtig. Maar, ja, behang, dat zou je wel kunnen nemen. Maar je kan ook bij wijze van spreken zeggen van, zou ze de boel? Nou, nee hoor, dat vind ik zonde van mijn geld. Ja. Kijk, mijn beesten moeten ook eten, hè? Ja. Ik kan, niet zeggen, want ik ga een sausje op de muur gooien en mijn beesten krijgen geen vreten. Wat kost nou een emmertje met saus? Sausen, zeg jij. Ja, nou wat kost nou een emmer met saus? Ja, nou genoeg. Dat geef ik liever aan mijn beesten uit. Ja, mijn beesten zijn mijn alles, dat weet je. Ja. Ik heb van de week 200 euro uit moeten geven voor mijn hond. Welke? Kees heeft het aan zijn hart. Kees? Ja. En die mag dat? En die zwarte kat had niet ziek, hè? Dat is toch Kees? Ja, dat is Kees. Mag die, dat? Ja, dat is van liefkussen. Hij liep er altijd op. Oh, gosje. Dus die heeft het aan zijn hartje. Die heeft het aan zijn hart en niet medicijnen. Ja. 60 euro per maand. Zo medicijnen. Hopie dopie. Maar ja, goed, als je nog langer mee kan gaan, vind ik het prima. Ja, maar dat kun je dus ook gewoon lekker sparen, hè. Iedere week wat achteruit. Ja, maar moet je wel kennis sparen natuurlijk, hè. Kan toch? Nou, nee, op dit moment kan ik niet sparen. Nee. Oké, ik er wel. Ik niet. Nou, lieve vriend, ik zou zeggen, tot later. Tot later. En wat zeg jij? Tot later. Nee, jij niet tot later. Tot de volgende ronde. Nou, tot de volgende ronde maar weer. Oké, lieve schat. Later. Dag, meid. Doei, doei. Zo, lieve vrienden. Daar zijn we weer. Eindelijk weer eventjes lekker weer thuis. En ik hoef nou ook niet meer weg van enkele meisjes. Maar dat komt later. Ze hebben eerst de tuin. En voordat we naar bed gaan, doe ik weer een klein blokje even met ze. Want de wind is opgestoken en het is nou nog kouder dan het al was. Althans, het voelt zo aan. Ja. En ja, ik ben een beetje emotioneel. Ja, je hebt weer eentje blij gemaakt. En dat liet ze me ook wel eventjes merken. Ja. Dat was even buiten de camera om. Dus ja, dat vind ik dan weer geweldig. He, traantjes in de oogjes. Dat is wel weer bijzonder als je dat mag doen. Om even iemand blij te maken. En dan kun je wel geld geven? Nee, want dan weet je niet waar ze dat weer voor gebruiken. En het moet ook een keer voor dezelfde, weet je. Het is allemaal voor de dieren, et cetera. Maar ook zij gaat net zo goed. Dat is ook belangrijk. Want is het vrouwtje niet goed, zijn de dieren ook niet goed, hè? Dus ze moet ook voor dezelfde zorgen. Dat is bij haar er niet 1, 2, 3 erbij. En jullie hebben het gezien hoe ze leeft. Zo sobertjes, ja, erg. Maar in ieder geval, het is een schat van een mensje. Ja, echt. Het is een lieverd. Ik wou dat er meerdere mensen waren zoals zij. Maar ook meerdere mensen waren die iets doet voor een ander. Want je laat zo iemand toch niet stikken wel. Geef zulke mensen ook eens even een voedselpakketje of wat dan ook. Ja, of hey, kleding dat jou niet meer past of je wilt dat wegdoen. Denk dan aan zo iemand. En het kan je buurman of je buurvrouw wel wezen. Let dus op. Ja. Goed opletten. Gebruik je ogen, gebruik je oren. En wees lief voor elkaar en naar een ander toe. Maar oké, lieve vrienden, ook ik moet dus nog eten. En ik heb die salade maar klaar gezet. Ik denk, dan eet ik dat lekker op. Dus dat gaan we ook lekker doen. En ik ga de kerstfilm kijken en ik ga een vlog in elkaar zetten. Dus ik heb nog heel wat te doen.
Ja. En gisteren was ik dus vergeten af te sluiten. Maar ja, dat heb ik wel eens vaker. Het gaat de dagen, weken gaat goed. Dan heb ik weer even een dag ertussen. Dan vergeet ik het weer. Dus, maar vanavond kom ik wel weer. En ik zou zeggen, geniet van je avond. Geniet van de dingen die je doen gaat. En met alles zo. Maar geniet ook zeker weer met ons mee. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Het is al lang alweer bedtijd. Want ik was al heel snel moe. Maar ik was met die vlog bezig. En die wou ik afmaken. Dus dat staat alweer op YouTube. Ik ga nou naar mijn bedje toe. Mijn meisjes gaan lekker mee. Die liggen nou op de bank. Dus ik zeg met ons drietjes. Welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit jullie bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen tot dan.